Ik ben Martijn en ik ben slechtziend. Maar dat heeft mij niet belet om toch sommelier te worden. Zonder vooroordelen, zonder te hebben gezien wat op die wijn stond, ga ik proeven of ik die wijn lekker vind. Soms is het toch wel een voordeel van niet die voorkennis te hebben en eigenlijk puur op aroma's en smaak te moeten afgaan. En dat maakt het ook juist zo leuk om andere mensen blind te laten proeven. Hallo. Hallo, welkom. Ik ben Martijn. Ik ben jullie sommelier voor vandaag. Nu, ikzelf, ik ben slechtziend. Ik had wel iets door, maar ik wist niet precies wat dat was. Wauw, waarschijnlijk zal hij daarom zo goed kunnen proeven. Dat is dus niet zo. Allee, dus je hebt geen speciale zintuigen. Absoluut niet. Jullie krijgen van mij geen vooroordelen, maar wel een blinddoek. Toen hij vertelde dat we geblinddoekt gingen wijn proeven met eten erbij, dat was toch even... Cool, oké, okay, dat vind ik nice. Dat gaat wel spannend zijn. Dus jullie zijn wijnliefhebbers. Een klein beetje toch, ja. Ik beschouw me eerder als een wijnliefhebber dan echt als een wijnkenner. Ik denk wel dat rode wijn lichter wordt naarmate het ouder wordt. En hoe donkerder en voller, hoe jonger de wijn. Dat is helemaal correct. Dat gaan we dus vandaag allemaal niet weten, want we gaan geblinddoek proeven. Neem maar een plaatje. Dus we gaan blind proeven, hè? Blinddoek aan. Ik ruik wel al iets. Glas gevonden? Jesus Christ. Stefan, zelfs ik kan het gemakkelijker. Ja? Weten jullie hoe je best wijn proeft? Met mijn mond. Dat is eigenlijk al fout. Het begint allemaal met de neus. En wat zijn jullie eerste indrukken? Niks is fout. Ik heb het gevoel wat citrus. Dat is niet bloemig. Pompelmoes. Toen de andere twee aan tafel echt smaken eruit haalden... Nee. ik heb niks. I got nothing. Ik weet niet hoe ze mijn gerechten misden gaan. Maar dat is echt moeilijk. Maar je moet in alcohol wegdenken. Want in alcohol is vrij aanwezig in je neus of zo, dus dat moet je gewoon wat negeren. En dan ruikt ze wel perzik en zo. Dat is wat meer dessert. Cava, champagne. We gaan er eens iets van eten bij nemen, hè? Maar kappertje. Dat gaat zalm zijn of zo. Ja, toch, dat was gewoon. We zijn er het over eens. Iets dat uit de zee komt. Ja. En wat doet die wijn daar nu bij? Het maakt alles een pak zachter. Want uitgesproken vis is nu wel weg. Maar die citrus blijft wel hangen, vind ik. De combinatie was eigenlijk heel goed. Iets dat ik zelf nooit zou gedaan hebben. Eerder dan harmonie zijn we naar contrast gegaan. We gaan zeggen van we gaan eens kijken wat dat geeft als we dat vette van die vis een beetje gaan counteren met het mooie zuurtje van een wijn. Dat is eigenlijk wat we noemen food pairing. Oké, okay, haal die blinddoeken maar af. Ik weet niet wat dat is. Dat is geen champagne, denk ik, of wel? Nee, dat is... Hup. Ah, effectief zalm. Gerookte zalm met kappertjes, een beetje limoen. Heel puur. En in het glas hadden we een Franciacorta, dus een Italiaanse schuimwijn, die inderdaad toch wel de champagne van Italië wordt genoemd. Hè. En dat toont ook dat je een schuimwijn perfect bij eten kan geven. Ja, dat had ik nu niet gedacht. Er zijn heel veel regeltjes rond wijn. En het is juist leuk om af en toe eens tegen de schenen te schoppen. Amai. Goh, ho. Perfect heftig. Hola. Banaan. Mega banaan. Ja. Ik denk... Sorry. Ja, dat kan ik niet echt plaatsen. Zeker en vast, er zat exotisch fruit in. Eerst was het grappig, maar daarna klopt het wel. Vooral bij die tweede slok van oei, ik denk toch je misschien gelijk gaat hebben. Een banaan, en vanille. Kom maar even. Dat is het lekkerste ijsje dat ik ooit heb gedronken. Paté. Kaas. Kaas, nu komt het door. Kaas, noten. Ja, dat ruikt echt naar rijp fruit. Ja, ik ben er misschien Zuid-Amerika aan denken. Iets zuiders, iets feestelijk, iets mooi. Warme stranden, leuk terrasje dat je doet. En je ziet fruit hangen aan de bomen. Zo. Dat is zo de vibe dat je krijgt. Zou dat niet kunnen, zoiets Argentijns? Oh, zo zee. Ja, witte Malbec. Malbec kennen jullie als de druif van Argentinië, maar voor die donkere, rode wijnen. Uiteindelijk bleek dan toch Argentinië te zijn, waar ik wel heel trots op ben dat ik dat eruit heb kunnen halen. We zijn echt gewoon gegaan voor fruitige smaken bij een fruitige brie. Het is maar door het echt te proeven dat je ziet van wow, dat kan echt wel plezant zijn. Ja, die Malbec, dat is echt een wijn dat thuis in de kast zal staan, ongetwijfeld. Ja, maar het heeft zo'n heel oude hout, rook. Alsof het stevig. 40 jaar in een vat heeft gezeten. Zo. Honestly vind ik dat echt heel moeilijk, hoor. Heel moeilijk. Dat is veel moeilijker dan je dacht zelfs. Ik proef echt zo het hout en hooi precies ook en rook, zo van die dingen allemaal. Alsof dat zo ergens in echt zo'n oude kasteel nog eens zit te stoken en zo. Hoe ze te doen en de paarden op de achtergrond en... What the f***? Maar wauw, wat een wijntje. Chocola.
Dat is top. Dat klopt gewoon, zo moet het zijn. Wie heeft het juist geraden? Zijde. 80%. Zie je, dat is meer dan 70. Porto wordt tegenwoordig een beetje gelinkt aan oude madammetjes in een zetel die enkele glazen porto willen, maar dat is eigenlijk echt wel... tegenovergestelde. Porto Revival, dat zit eraan te komen, denk ik. En wat denken jullie? Boter. Nu ruikt die boter. Het is ook niet uitgesproken zoet, niet uitgesproken zuur. Een wijn is niet altijd op zijn best van zodra dat je hem uitschenkt. Soms heeft een wijn een beetje tijd nodig om te ademen. Wat kan helpen? Een heel klein beetje walsen met je wijn. Dan plots begonnen die kersjes en die frambozen naar de oppervlakte te komen. Wit of rood? Stevig, rood. Oh, ik weet het nog altijd niet. Alleen maar kool. Annelien was echt heilig van overtuigd dat rode wijn zei. Van, jong, dat is, hoe kun je hier nu witte wijn? Dat is toch puur rode wijn? Maar dan begin je wel te twijfelen aan jezelf. Het is heel zacht, gaat heel goed binnen. Maar ik twijfel wel of het nu rood of wit is. 100% rood. Toch had ik het gevoel van dit is voor mij witte wijn. Want het ruikt en het proeft naar witte wijn. Maar dat zegt misschien meer over mij dan over de wijn. Maar... Dat is eerlijk. Dat is vooral Aziatisch precies. Ja, de sojascheuten, van die dingen. Oosterse kalkoen op zijn oosters of zo. Mm. Stefan, denk jij dat de wijn daar... Amai, dat vind ik een goede combo. Dat frisse maakt het doffe van die wijn weer levendig. De wijn is lekkerder geworden. Ja, heerlijk. Ja. Ik durf wit te zeggen nu. Als dat nu wit is, dan gaan mijn ogen uit mijn kassen vallen. Nee, ik ga toch voor wit gaan, denk ik. Maar ik heb het gevoel dat... Hoewel ik niemand zie, heb ik het gevoel dat jullie aan het staren zijn naar mij. Met ja, ik ben aan het staren. Het voelt. Ik was er heilig van overtuigd dat witte wijn was. Echt waar. Ik dacht... Ik ben zelfs een weddenschap aangegaan. Als het wit is, en anders betaalde je ons eten. Oké, okay, deal. Echt? Ja. Oké, okay, dus 2 rood, 1 wit. We zullen eens kijken wat het is, hè. Ah, ja, dat wordt trakteren, Marco. Alleen een donker rood ook. Mijn smaakpapillen hebben mij in de steek gelaten, denk ik. En ik heb een gratis etentje uitgekregen, denk ik. De weddenschap is voor mij goed bevallen. Varkensvlees op een beetje op een Oosterse wijze. De boter die jullie meteen hadden geroken, komt eigenlijk van het feit dat die op vat heeft gelegen ook. Mensen waren inderdaad over die Quattro Passos in het begin een beetje onzeker. Maar dat is een wijn die je moet hem open doen, je geeft hem wat lucht en dan meteen wordt hij minder gesloten en komt dat fruit naar boven. En dan zie je dat dat toch echt wel een mooie wijn wordt. Dus je moet die wijnen soms gewoon een beetje tijd geven. En wat denken jullie? Dat is iets speciaals, joh. Marco, vind je het iets speciaals? Ik vind het speciaal, ja. Ik kan het niet thuisbrengen. Ik proef daar geen appel in, ik proef daar geen citrus in. Ik proef daar eerder een ruimte of een plek in. En ik dacht, ja... Een meubel of zo. Een meubel? Ik weet niet naar wat een meubel proeft, maar misschien zat het wel in die wijn. Ja. Is het een tafel? Is het een stoel? Zo wat gepolijst, vers. Is het een armoire? Dressing. Die had ik zelf nog nooit gehoord, maar ik ga hem misschien ook niet toevoegen aan mijn lijstje van beschrijvingen van aroma's. Ik vind het mineraal, vind ik het juiste woord. Mineraal? Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Zout is onder zoutsmaak, om het heel belachelijk te zeggen. De mineraliteit die toch wel in die wijn zat, zou je een beetje kunnen vergelijken met een meubelstuk. Maar of een wijn nu ruikt naar een kast of een stoel, dat vind ik echt wel straf. Ik vind een beetje naar Chardonnay ruikt. Een beetje, hè? Ja, Chardonnay ruikt een beetje. Chardonnay. Dan zitten we wit. Ik ruik inderdaad geen fruit of geen vrucht. Niet fruitig, niet citrusig, niet bloemig. Eigenlijk niks van de dingen dat je kent. Nee, dat is lekker. Mm-hmm. Ik zou dat precies eerder associëren met een rode wijn. Ga op wedden, of? Oh, nee. Geen weddenschappen meer voor mij. Pinot Gris. Driemaal Pinot Gris. Oké, dus jullie waren het allemaal eens. Pinot Gris. We gaan eens kijken, hè. Blinddoeken af. Geen rosé. Chardonnay. 100% Chardonnay. Natuurlijk, Stefan, eerste reactie. Ja, shit. Ik wist het. Ik heb mijn gevoel moeten vertrouwen. Eerste reactie. Maar mensen denken vaak dat het Chardonnay dat dan naar vanille en hout proeft. Maar deze heeft niet op vat gelegen, dus dat is totaal niks van die aroma's. Puur zuiver de druif. Gaat zeer perfect bij. Coq au vin. We zaten met pasta te denken. Ik vind het echt wel heel lekker, deze. Dat is voor u de winner, hè? Ja, van dat. En dan toch wit met vlees, hè? Experimenteer, het is altijd zo plezant maakt. Cheers. Mijn advies aan iedereen is van, als je wijn wilt combineren met een recept, doe de goesting. En voelt jij er je goed bij, is dat een goede combinatie. Genieten met de ogen dicht. Eigenlijk zou iedereen het zo moeten doen.
zo blind proeven, dat geeft toch een heel andere kijk op de zaken. De Leize. Mee met het leven.